Nou, laat me eerst maar voorstellen. Mijn naam is Jan de Grauw. Volledige geboortenaam is Jan Matthäus de Grauw. En ik ben in 1939 geboren. Notabene hier op een steenworp afstand van de galerie. En daar ben ik opgegroeid. Dus ik ken elke straatsteen hier, speelde op het Emeraatsplein en noem maar op. En als ik in mijn jeugd hier door Delfshaven wandelde, dan dacht ik altijd, oh, wat is dat een... Ja, ik was toen al wat ouder hoor, want deze galerie bestaat ongeveer 40 jaar, galerie Oudenhout. Dan dacht ik altijd, hé, wat is dat een mooie galerie. Wat lijkt me leuk om daar te exposeren. Maar we gingen als kind ging ik met mijn familie altijd naar Hoek van Holland. Want in Hoek van Holland, dat was een beetje ons uitje. En daar heb ik de duinen leren kennen, ben ik gaan houden van de zee en van het strand. Eigenlijk hou ik meer van het strand en de zee dan van de bossen. Maar ja, dat kan heel verschillend zijn natuurlijk. Maar ik, en nu de laatste tijd, ook door een toeval, omdat we als familie hebben een huisje achter de duinen, kom ik wat meer in de Hoek van Holland. En herleeft eigenlijk die oude gevoelens. Toen dacht ik, nou, ik heb zoveel portretten en landschappen en mensen geschilderd. Ik ga nu landschappen schilderen. En dus in 2014 ben ik met een serie landschappen begonnen. En die landschappen die gaan over de zee. Ik schilder daar niet in de duinen. Ik zit daar niet met een ezeltje te schilderen. Maar ik maak aantekeningen, ik maak foto's, ik maak schetsen. Ik maak aquarelletjes. En dan ga ik naar huis en dan gaat mijn fantasie de vrije loop. En dan ga ik eigenlijk op het doek vertellen. En probeer ik als schilderend, probeer ik mijn stemmingen weer te geven. En de zee is telkens anders voor. Of het tegen de avond is, of als de onweer op komt zetten, of als de wind opsteekt. Alles levert andere schilderijen op. En die heb ik hier vertaald in gouaches. Plakkaatverf eigenlijk. Gouache is een beetje een chique naam daarvan. Waar niet veel kunstenaars graag mee werken, maar ik nog wel. En olieverfschilderijen. En die hangen hier rond en ik vind dat ze prachtig zijn ingericht, want ik ga jullie even aan de galeriehouder voorstellen. En dat is Wouter Wevers Betting. Wouter, wil je eens even hier ook in beeld komen? Ja, oké. Nou, en vertel eens, want voor het eerst mag ik hier exposeren en daar ben ik aardig trots op. En we hadden gisteren een opening. Nou, fantastisch. Die was ontzettend druk. Nou, hoe kijk je op de opening terug? Laten we dat eerst eens even zeggen. Oh, nou, heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Ook de aantal mensen, maar ook de mensen die er waren. Hè, veel kunstenaars, verzamelaars, liefhebbers. Ja, kijk, met heel veel genoeg op terug. Ja. Ja, ja. Heel veel. Nou, we hebben ook nog wat verkocht. Ja. Nou, dan zou je zeggen, ja, daar gaat het niet om, maar het is ook een leuke... Een blijk van waardering, dat mensen dat toch aan de muur willen hebben. Nou, en zo, we zitten hier nu zo het weekend. En je ziet steeds mensen die hier binnenkomen en rondkijken en zeggen, nou, kom terug. En morgenmiddag lees ik hier poëzie over de zee. Nou, en ik vind het een feest om hier te zijn, want Wouter... Wat mij heel veel genoegen doet. Ja, daar kan ik over Wouter vertellen. Dat is een hele goede gast hier, hoor. En ook inmiddels een goede vriend geworden. Dus wat willen we nog meer? Zullen we eens naar de schilderijen kijken? Nou, laten we met deze beginnen. Dit is het laatste schilderij, want hier heb ik, dat is in olieverf. En de verf was nog bijna nat een week voordat ik hier ging exposeren. Ik word eigenlijk steeds iets abstracter. En hier aan deze kant, daar draait nu een film. En die film die heb ik gemaakt en die heeft een goede vriend van mij, Jan Verschuur, die nu het filmpje maakt, die heeft deze film geëdit. En die film die is op achtergrond en die heeft ook geluid van de zee opgenomen. En mijn lieve partner Ad Vermeer is een goed gitarist. Die heeft tijdens de opening een prachtige performance gegeven. En dan speelde die slide gitaar. En waarbij die improviseren de schilderijen die ik gemaakt heb. Nou, dan moeten we maar eens even naar gaan luisteren. En misschien kunnen we dan gelijk een beetje inzoomen op... Nou, misschien wel het schilderijtje wat daar in de hoek hangt. Want daar hangt een klein schilderijtje. Maar dat heeft voor mijn gevoel, heeft dat ontzettend, geeft dat de zee weer.
is een heel helder schilderijtje, maar ik weet een plek in de duinen van Hoek van Holland waar korte tijd chigorij bloeit. En dat is blauw, ik had dat zelf nog nooit gezien, maar het bloeit ook maar heel kort. Ik dacht, nou, dat sla ik in mijn geheugen op. Vandaar dat ik dit schilderijtje heb gemaakt waarin je heel helder naar de zee toe kan lopen. Want in al mijn schilderijen zie je de zee. Maar er komen geen mensen of vogels of nee, dat nou weer niet. Zelf niet in zou durven. Maar dat is een verhaal apart.